Op deze prachtige zonnige ochtend in Zuid-Limburg vond ik dat het wel weer eens tijd werd voor een nieuw smartphone-duel. Ja, voor een duel heb je natuurlijk twee toestellen nodig. En ik heb er vandaag eh, maar liefst drie bij me. Um, drie toestellen die onder de 200 euro geprijsd zijn. Dus drie goedkope toestellen: het zijn de Wico Ufeel, de Wileyfox Spark Plus en de Alcatel Pop 4S. Nou, om te bepalen welk van deze drie toestellen het beste uit de bus komt, heb ik een aantal criteria waarop ik ze vergeleken heb. En ja, dan kom je aan het einde kom je, uh, vanzelf erachter uh, of je je geld het beste kunt uitgeven aan de Wico, de Wiley Fox of de Alcatel. Nou, laten we maar gelijk beginnen met het scherm. Bij het scherm was niet echt een duidelijke winnaar, maar wel een hele duidelijke verliezer. De Alcatel. Die, dat scherm presteert gewoon ja, ondermaats, vind ik. Zelfs voor een toestel rond de 150 of onder de 200 euro. Uh, het scherm is wazig, um, het is in de zon bijna niet te lezen. En ja, dat is echt een minpunt van de Alcatel. De winnaar in deze was duidelijk, nou niet heel overduidelijk, maar de Wiley Fox was toch wel iets beter dan de Wiko. Dus 1-0-0 voor de Wiley Fox. Dan de specs van deze toestellen. Het zijn natuurlijk geen high-end uh, producten, dus je moet niet verwachten dat je mega camera's, mega schermresoluties krijgt. Is ook niet aan de orde. Um, ze hebben allemaal uh, uh, een HD scherm. De Alcatel is ietsjes groter, 5,5 inch. De andere twee hebben 5 inch scherm. Ze hebben allemaal een quad-core processor, Mediatek of Qualcomm. Ze hebben tussen de 1 en 3 gigabyte of tussen 1,5 en 3 gigabyte geheugen. Ze hebben een camera van 8 of 13 megapixel met ook een aardige frontcam. Nou, als je al die specs bij elkaar optelt, dan is de winnaar, overduidelijke winnaar, wat mij betreft, de Wico. De Wico U-Fuel levert de beste specs voor zijn prijs. Zeker ook niet onbelangrijk. Is de prestatie van de accu van deze toestellen. Nou, daar kan ik heel duidelijk en heel kort over zijn. De beste accu zit in de Alcatel. Die gaat namelijk ongeveer dubbel zo lang mee dan bij die andere twee. En wat dat betreft, ja, daar is dan verder geen discussie over mogelijk. En dus is het dan na drie onderdelen 1-1-1. Nou, het vierde criterium is een beetje persoonlijk, het design van de toestellen. Ehm. Um, Opvallend is dat zowel de Wiko als de Wiley Foxie hebben een achterkant die een beetje ja, een viltachtige feel heeft. De Wiko heet niet voor niks you feel, want hij voelt heerlijk lekker aan in de handen. Um, de Wiko is ook verreweg het, meeste, het beste afgewerkt. Als je naar de randen kijkt, het verwerken van de antennestrepen en zo. Ja, die is gewoon wat fraaier ontworpen dan de Wiley Fox en de Wiley Fox is weer wat fraaier ontworpen dan de Alcatel, want het design van de Alcatel is wat mij betreft heel erg ja, oninspirerend, heel uh, gemiddeld of eigenlijk ondergemiddeld. Dus wat, qua design gaat mijn voorkeur toch echt wel uit naar de u feel waarbij de Wiley Fox dichterop zit en de Alcatel een stukje achterblijft. En wat is dan nu de stand? Twee voor de Wico, één voor de uh, Wiley Fox en één voor de Alcatel. Nou, je wilt met je smartphone van tussen de 150 en 200 euro natuurlijk ook redelijk goede foto's kunnen maken. Nou, de camera's van deze drie toestellen ontlopen elkaar niet veel. Ze zijn ook qua specs ongeveer gelijkwaardig, 13 of 8 megapixel. Ik heb in diverse omstandigheden foto's met ze gemaakt. En ja, toch, de, de, de Wiley Fox presteert ietsjes beter dan de Alcatel. En de Wico blijft iets achter. Dat gaat met name over het scherpstellen, de kwaliteit van het inzoomen en de kwaliteit van met tegenlicht en in bijzondere omstandigheden en in het donker. Ze zijn alle drie niet heel erg slecht, wat ik dus al zei, maar toch Wiley Fox iets beter dan Alcatel en Wico als derde. Nou, voordat ik tot de conclusie kom, moet ik natuurlijk ook iets zeggen over de user interface. Het zijn alle drie Android-toestellen, Android, Android 6.0, dat mogen duidelijk zijn. Of ze updates krijgen naar 7. Het zal ongetwijfeld, het is niet bekend, ik heb het ook niet uitgezocht. Uh, het zal ook maar een tijdje duren. Uh, WileyFox gebruikt Cyanogen, uh, dus dat is een iets andere uh, interface. Maar ze ontlopen elkaar niet veel. Ze zijn ook alle drie best snel genoeg. De processoren die erin zitten zijn snel genoeg om de user interface lekker uh, snappy en soepel te laten functioneren. Um, in de appmenus zit duidelijk wat verschil. En uh, als, ik, ik daarnaar, als ik mijn oordeel moet geven, dan vind ik toch de Alcatel. Met de standaard Android die ze hebben. En de user interface vind ik toch iets prettiger. De icoontjes zijn wat duidelijker. Komt natuurlijk ook door het 5,5 inch scherm. Maar ja, eigenlijk is er bijna geen winnaar uh, uh, toe te kennen bij de user interfaces. En bij het gewone gebruik van het toestel qua uh, interface. Maar als ik er dan toch eentje moet aanwijzen, dan de Alcatel. Nou. Zoals ik al zei, het zijn goedkope toestellen. Dus wat ook belangrijk is, is de prijs-kwaliteitverhouding. Even kijken naar alle prestaties in combinatie tot de prijs, wat je ervoor krijgt. En ook daar, ja, het wordt een beetje eentonig, ontlopen de toestellen elkaar niet heel erg veel. De Alcatel is natuurlijk 50 euro duurder, maar daarvoor krijg je ook een groter scherm. Maar als ik alles bij elkaar tel, dan is de Wico toch degene met de beste prijs-kwaliteit. Waarbij ik wel moet zeggen dat Alcatel en uh, Wileyfox daar niet ver vandaan liggen. Alcatel omdat hij gewoon een betere uh, uh, accu heeft en de Wileyfox omdat hij qua uh, specs wat, uh, wat beter bedeeld is. De oplettende kijker heeft natuurlijk al lang door dat de stand naar zes criteria 2-2-2 uh, geworden is. Zijn deze drie toestellen nu alle drie even goed dan? Bijna wel, ze ontlopen elkaar nauwelijks. Toch geef ik de Wico een bonuspunt vanwege zijn prachtige design. En de Alcatel vanwege de accu van het toestel. Word ik nou toch gevraagd om een winnaar aan te wijzen? Dan ga ik voor de WICO. Maar daarmee is niet gezegd dat de Alcatel en de Wiley Fox heel veel slechter zijn.